Goedemiddag mensen, ik start mijn vlog vandaag wat later. Want vanochtend heb ik echt al een heleboel dingen gedaan in huis en rondom het huis, richting het nieuwe huis. En ik zat heel erg te twijfelen of ik vandaag wel wilde vloggen, omdat ik vooral veel bezig zou zijn met opruimen en dat soort dingen. En ik denk dat jullie er inmiddels ook wel gek van worden om dat allemaal te zien. Maar ik ga zo meteen alsnog de deur even uit. Samen met Gisela ga ik naar de rollende keukens. En de trouwe kijkers die weten dat ik daar vorig jaar ook ben geweest. Dat is een heel gezellig evenement in Amsterdam waar je lekker kan eten met verschillende kraampjes. En dit jaar is het ook weer zover. Dus ik ga zo meteen met Gies die kant op. En deze vlog die moet morgen online. Dus toch wel goed dat ik vandaag ga vloggen. Want anders dan zou ik morgenochtend nog een normale video moeten opnemen. En ik weet niet of ik daar tijd voor ga hebben. Dus vandaag vlog ik. Morgen ga ik het editen. Want ik heb dus nu een nieuwe uploadtijd. 4 uur 's middags. Dus dat is wel chill. Dan kan ik dat gewoon morgen doen. Maar ik heb ook even in tijden weer eens een leuke outfit aangetrokken. Ik heb de afgelopen dagen natuurlijk gewoon heel veel van dat kluskleding dingetjes aangehad. Maar nu gewoon weer even een leuk topje. Deze is van Come Get Fashion. Mijn tasje is van Yves Saint. Mijn schoenen Balenciaga en mijn broek is van Zara. Dus dat is de look. Ik ga nu richting het nieuwe huis heel even wat afgeven. En daarna ga ik naar Gies om haar op te halen richting Amsterdam. Lekker eten met het mooie weer, want het schijnt echt volop de zon. Kijk, 25 graden. Dus let's go! Kijk eens met wie ik ben. Daar is ze weer. En we zijn lekker in Amsterdam. De zon schijnt volop. Nog steeds. Hoe laat is het nu? 5 uur? Nee, 5 uur. Half 6 geweest. 6:30. En wij gaan lekker eten. Daar kijk ik al de hele dag naar uit. Bij de rollende keukens. En het is volgens mij best wel druk. Dus ja, hopelijk hoeven we niet te lang in de rij te staan. Want daar heb ik ook weer geen zin in. Echt. Nee. Sowieso die Jamaicaan. Ja. Voor degene die ook wel eens naar de rollende keuken zijn geweest. Vandaag wordt onze eerste keer de tijdens van de Jamaicaan gaan eten. Want vorig jaar was het er steeds super druk. En het jaar daarvoor ben je er ook niet geweest. Volgens mij niet. Nee. Dus vandaag wordt de eerste keer. En ja, voor de rest is er gewoon zoveel lekkers. Dus we gaan er van genieten. Ja hoor, het is gelukt. Na ongeveer een half uur in de rij te hebben gestaan. Oh, eet smakelijk. Hebben we Jamaican food. En dit zijn van die chicken wings. En gebakken banaan. Salade. Super lekker. Dus wij gaan ervan genieten. Guy is altijd aan het eten in mijn vlogs. Eet smakelijk, liefie. Kijk eens wie ik net tegenkom. Hoe heet je? Esquala. Met schattige jonge kijker. En ben je lekker met wat aan het eten? Ja? Gezellig hoor. Nou, leuk dat je er bent. Weet je? Doei! We zijn nu begonnen met onze tweede maaltijd. En dat is vlees. Biefstukreepjes en dit vlees. Zijn zwerps. Dus daar gaan we nu ook weer wederom lekker van genieten. Het was best wel druk hier bij het kraampje, maar ook bij de Jamaican kraam. Dus als je hier naartoe gaat, moet je wel even wachten als je echt lekker vlees wil. Maar ik ga er van genieten. En jij ook wel, hè? Zeker. Ja, we houden er maar van een vleesje. En uiteraard moeten we ook sushi eten. We zitten hier nu, of tenminste staan hier nu bij meneer Tamaki. Eigenlijk de enige sushi die er was. Ja. Ja. Beetje jammer, maar het ziet er op zich wel lekker uit. Ik ben inmiddels weer thuis, terug in Lelystad, in ons oude huis en in onze oude slaapkamer. Deze slaapkamer is nu echt zo leeg. Ik had vanochtend alles een beetje uitgezocht met mijn schoonzus en heel veel spullen ook in dozen gestopt. Ik heb nu net wel het bed weer helemaal volgelegd met make-up en zo. Wat ik eigenlijk nu moet opruimen, want anders kunnen we niet slapen. Dus dat ga ik gelijk even doen. Maar het tapijt daarachter is weg. Wacht, ik laat het even anders zien. Zo. Dus het is echt zo ongezellig.
Maar deze troep moet wel even weg, want ik wil slapen. Het is alweer 11:30. Dus bedtijd. Deen. Deen is beneden. Goed, ik ga dit even opruimen. Ik zet jullie gewoon even weer neer. Rollende keukens. Het was heel gezellig. Het was niet zo druk als vorig jaar. Terwijl vorig jaar was het echt vies weer en nu was het echt top weer. Dus ja, een heel gezellig sfeertje hing daar. En het eten was ook heel erg goed. Ik had ook nog als afsluiter, we hadden zeg maar poffertjes gegeten als toetje. Maar ik had ook als afsluiter nog frozen yoghurt. Want daar had ik echt al ja, een hele lange tijd zin in. Dus dat gingen we net nog halen. En we kwamen Naomi nog tegen en nog wat andere mensen uit Lelystad. Dus het was gewoon heel gezellig. En ik denk dat ik nog wel één keer terug wil, maar ik weet niet of Dwayne mee wil. Want dan zou ik het liefst met hem gaan, zodat hij ook het vlees en zo kan proeven. Want het is echt heel lekker daar. Je moet wel lang in de rij wachten, vooral bij de Jamaican en het Argentijnse plekje, zeg maar, aan het begin. Maar ja, het is gewoon zeker wel waard om daar in die rij te gaan staan. Want je bent er binnen een kwartiertje, 20 minuten klaar. En dan heb je echt heel erg lekker vlees van goede kwaliteit. We hadden ook sushi gegeten trouwens. Dat vond ik dan... Ja, het was lekker, maar niet zo bijzonder of zo om daar voor in de rij te staan. En voor de rest hadden ze gewoon van alles. En maar één Surinaams tentje volgens mij. Ik had wel meer Surinaams tentje verwacht. Maar ik zag er op het einde, zeg maar, toen we weer wegliepen, maar eentje. Dus dat viel wel mee. Maar het was gewoon heel leuk en gezellig. Dus ik had een leuke avond. Ik ga nu dit even in de badkamer leggen. En dan mijn pyjama aantrekken en make-up eraf halen en zo. En dan gaan wij lekker in bed liggen. Zo. Ik kom net onder de douche vandaan. Mijn make-up heb ik eraf gehaald en mijn pyjama aangetrokken. En nu gaan wij lekker slapen. Want Dwayne, die moet morgen gewoon werken. Dus de wekker gaat hoe laat? Half zes? Of moet je dan al weg zijn? Half zes. Vroeg dus. Gaat met zijn motor naar werk. Lekker hoor. Terug is lekker, hè? Dat niet. Nee, de heenweg is vroeg. Maar het is dan wel al licht buiten. Mm-hmm. Zeg maar, slaap lekker tegen mijn kijkers. Wat moeten ze allemaal doen? Abonneer. Ook op mijn kanaal. Schaamteloze zelfpromotie hier alles. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren door even hier in het schermpje te klikken op het rondje. Of hieronder staat ook abonneren. En dan ben je altijd op de hoogte van mijn laatste video's. Bedankt voor het kijken. En hopelijk vonden jullie het leuk. Tot de volgende keer. Doei.